We konden weer eens niet parkeren. Boven, binnen. Want dat was nog minder dan... Ja, zoals jullie kunnen zien heb ik hier lekker een hele grote bak met... Hele goedemiddag allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 4 december 2022. En het is nou net 2:30 geweest. Ja, ik ben net wakker. Ik heb er ook gezellig aan de telefoon. Ja. Dus, en ik ga me zo aankleden. En waarschijnlijk is het weer koud buiten. Maar dat zien we zo meteen. Ja, de vogeltjes die vliegen al wel lekker in het rond, buiten, in de lucht, kijk. Ja, en één ding snap ik ook niet. Maar als je dus aan het verbouwen bent en het is helemaal casco en geen ramen en niks in en je hebt toch een kachel branden, hoe dan? Ja, oké, zal wel. Precies dat. Dus, maar ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kom, deze kant. Ja, kom dan. Leed. Niet twee. Beste, kom. Kom dan. Kom dan. Ga ze pesten. Oh, leed die. Doe dan! Doe dan! Je ziet er weer niet uit ook. 1, 2. Zandheid, is dat lekker? Kom, dames, kom. Kom, we gaan lopen, kom. We konden weer eens niet parkeren. Boven, binnen. Want dat was nog minder dan 50, toch? Het was 11. En ze gooien hem pas weer open met 50. Iets van 50, hè? 50 plus. 50 plus. En dan gooien ze hem weer open. Dus ja, we hebben weer even in de wijk moeten parkeren. Nou ja, joepie, de poepie. En zometeen is het weer lekker warm hier binnen, hè? Kijk, moet eens kijken hoe mooi het is. Kijk dan. Oh, onze malletje. Kijk, dit is toch een mooi gezicht. Alleen het is jammer weer dat en dat de auto's rijden. En nou gooit hij hem weer open. Nee. Ga ik niet doen. Dat vind ik een beetje zonde. Nou, gaan ze stoppen of gaan ze stoppen? Goed zo. Staat erop, jongen. Kijk, en daar komt niks aan, dus dat scheelt. Nou, wij gaan lekker naar binnen. Waar zouden wij nou weer zijn? Wie kan dat mij eens vertellen? Wie kan dat mij vertellen waar wij dus nu zijn? Ik ga helemaal niks zeggen. Nee. Omdat ik daar gewoon even geen zin in heb om dat te gaan zeggen. Nee. Heerlijk. Gewoon lekker dat niet verklappen. Nee, gewoon lekker niet verklappen.nl. Tututututu. Eens even kijken, wat hebben we hier allemaal?
Nou, nu ga je even zoeken, denk. Kijk, dit is rachetvlees voor 4 euro. Rachetvlees voor 4 euro, zo. Ja. En voor 4 euro. Wat dat vindt. Ja, dat valt inderdaad wel mee, ja. Wit. Maar rachet, dit is runderlappen en dat is rachetvlees. Ja, lekker. Wat, welke? Ja, die mag niet. Ja, maar dat is rachetvlees. Wat? Dat is duurder. Deze en deze is duurder. Moet je die lang bakken of wat? Ja, dat moet je heel lang bakken, ja. Zo, alsjeblieft. Maak een vis, Rietjes. Nou, en dit is al helemaal geplet en dat ga ik niet doen. Dat vind ik vies. Wat? En die vis, wat is dat? Wat? Die vis. Dit is zalm. Voor 2,50. Dan kun je beter nog daar gaan halen, vis. Kun je nog beter daar gaan halen. Nou, en dat is oplichtingen. Die potten, hè? Ja, één pot wel, maar nou, één dan pot moet je zeg het eens even tussen. Over deze potten, vertel. Pak er even één pot bij en duidelijk praten. Dat deze is 2,50. Ja. In het schap daar is hij 3,50. Kunnen we zo even kijken. Maar dan moet je wel even laten zien welke smaak het is. Nee, voorkant. Voorkant. Pikante. Ja, en we hebben meerdere. Basilico. Basilico, dit is ook, oh kom eens hier, je gaat te snel. Kijk, basilico, dit is dus namelijk hier in deze schap, dus nu 2,50. En dit is pikante, die is ook dus 2,50. Ja, oké, okay, prima. 2 voor 5 euro. Ja, precies. Ja. Check. Mooi. Daar hebben we nog meer. Nou, en daar hebben we ook gewoon weer een pot. Maar oké, het gaat er even om, basilico. Het gaat er even om dat het dus hier 2,50 is. We gaan zo meteen in het schap kijken. Hoe duur het daar is. Ja. Kijk, we hebben hier nummer. We staan hier bij het schap. Hier de pikante. Ja. En hier de... Basilico. Basilico. Ja. Basilico is 3,09 euro. Ja. En 3 is 3,95. Ja. 2,50 voor de prijs van 3,95. Kijk. Ja. Nou, de koopprijs neemt 2 potten voor 5 euro. Uh-huh. Maar, tweede half prijs. Ja. Deze wordt dan 4,50 bijna. Ja. Dus dan moet je 50 cent extra betalen om niet gebruik te maken van deze korting. Ja. Die is wat duurder, 4 euro. Dus het wordt dan 6 euro voor 2 potten. Ja. Dan ben je daar wel goedkoper uit. Ja, oké. Okay. Dus... Nee, wacht even. Nee. 4 nee. euro. Ja, 6 euro voor 2 potten. Ja. Bijna. Ja, dus dit is hier duurder als daar. Ja. Deze, deze dan. Deze. Deze. Deze is dan iets meer dan 4,50. Dus ja, oké. Okay. Hier goedkoper uit. Op dit moment, ja. Dit moment maar wel. Ja. Dat wisten we even niet. Ik dacht van, dat is een beetje dezelfde prijs, maar... Dat is het dus niet. Nee. De pikante, als je twee wil hebben, kan je beter daar halen. Op dit moment, maar... Op dit moment wel, ja. Maar van de week was dit er niet eens. Dit was er niet, nee. En toen, moet je het nu zeggen, daar zeg ik al, vorige week was dit er dus niet. Toen waren die andere potten ook gewoon 2,50. En nu? 3,09. Ja. Nou, ook allemaal 2,50. Dus, ja. Nou, dan neem je 2 potten, is goedkoop. Kom je hier, ben je duurder uit. Ja. Oké. Okay. Ja. Handig, hè? Dus. Ja. Precies dat. Zilver. Ik sta er weer bij wasbox nummerootje 4. Ja. Helemaal geweldig. Helemaal top. En dan ben ik even aan het zoeken van waar ik mijn geld nou net heb gedaan. Nou ja, handig. Ja. Ik ben even aan het zoeken. Ah, kijk, hier. We hebben een telefoon. Is niet handig. Nee, daar is het niet handig. Ja, die daar. Die moet ik even weer pakken uit deze hand. En dan ga ik zo meteen mijn auto weer eens even schoonmaken. Want hij ziet er weer eens niet uit. Moet eens kijken. Mijn wielen is ba. Vies. Mijn velgen zo vies. Ba. Kijk, ik kan er gewoon op schrijven. Kijk, hier. Ba. Hier. Zo vies. Kijk, hier. Ba. Ieuw. Dus, dat ga ik even schoonmaken. En had ik jullie al verteld dat ik koud heb en dat het koud is? Nou nee, dat is gewoon zo. Het is koud, maar hij is wel weer mooi schoon. Kijk eens, hij schijnt weer over. Moet eens kijken. Hij is weer schoon. Ja, hij is weer schoon. Heel mooi. Ik ben zo blij mee.
En ik kan weer mooi instappen in een schone auto. Ja, daar zijn wij mee. Ja, zoals jullie kunnen zien, heb ik hier lekker een hele grote bak met kipdonder. Alleen maar kipdonder, helemaal niet verder is niks. Het is kwart voor elf, ja. En die heeft zoiets van fruit, mag ik ook? Nee, je krijgt niks, mits dat ik zo meteen vol zit. Mits dat ik zo meteen vol zit, ja. En ik heb mama ook aan de telefoon, ook gezellig. Ja, en ik heb Ron net wat gevraagd, ja. Hi, ja, en dan. Ja, goed zo, pak dan. Goed zo. Ja, en dan. Goed zo. Ja. Goed zo. Keurig. Oh ja, moet jij het ook nog eens een keertje gaan zeggen. Ja, en die klopt ook niet meer, want ik heb daar een beetje nu groen-geel tussendoor. Helemaal goud. Ja. En nou ga ik even eten. Ja, precies dat. Echt wel. Ja, dit is normaal mijn Emma voetensteuntje, zeg maar. Maar nu zit meneer daar. En dan heb ik hier een loffel liggen. Ja. En hier op een lady liggen. Ja, lekker. Top. Ja. En daar ligt Beauty op de bank. Yes. We moeten deze kijken. Heb jij genoten van deze vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier op de zwarte button. Ja, maar zwart. Hij is tegenwoordig zwart, jongens. En niet meer rood. Nee, inderdaad. Doe het belletje aan, want blijf je namelijk op de hoogte, want elke dag om 2 uur komt er weer een nieuwe vlog online. Doe het duimpje omhoog. Ja, deze duimpje. Oeh, dan krijg je leuk, allemaal lekker confetti om je heen. Hé, hoe toevallig. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.